Hoe kunnen we deze hand-op-fok-problemen voorkomen? Wel, heel belangrijk is van de juiste hoeveelheid voedsel te geven. Dit komt overeen met een vol kropje bij de vogel en zal ongeveer 10-15% van het lichaamsgewicht bedragen. Het is dus belangrijk om uiteindelijk de vogel te wegen. De ochtendweging is de juiste weging. 10-15% van dat gewicht kunnen we veronderstellen dat ongeveer de bedoeling is om een vol kropje te vullen. Ook de tijd tussen de maaltijden is belangrijk. Het is niet nodig om voor elke voeding te wachten tot de krop helemaal leeg is. Het is aanvaardbaar dat een kleine hoeveelheid nog aanwezig is van de vorige maaltijd. De krop moet wel één keer per 24 uur helemaal leeg zijn. En dat gebeurt meestal 's ochtends. Dus tijdens de nacht komt het kropje helemaal leeg en kunnen we aan een nieuwe dag beginnen. De temperatuur van de voeding is ook belangrijk. Dat moet men meten. Dat kan met een digitale thermometer. En ook heel belangrijk is, zeker wanneer we de microgolfoven gebruiken om het op te warmen, dat we heel goed gaan roeren en het eventueel daarna in een warmwaterbadje op temperatuur houden. Het gebruik van probiotica, zoals Binnenbak Plus, gedurende de periode, kan ook heel wat hand-op-fok-problemen vermijden. En waar hebben ze nu de binnenstoot? Deze vogels vinden dat zo lekker. Ja, ik ga er iets van vertellen. Hoe kunnen we nu deze probiotica gebruiken? Wel, Binnenbak Plus bevat eigenlijk een hele resem van belangrijke, goedaardige bacteriën, dus levende micro-organismen. Deze levende micro-organismen gaan eigenlijk een ondersteuning zijn voor de krop en de darmflora. Op die manier kan een goede vertering plaatsvinden. We hebben twee presentaties van deze probiotica, namelijk een gel met een maatstreepje, dat we heel goed kunnen doseren hoeveel pasta van die gel we gaan geven, of we kunnen nadien overgaan op een poedervorm. Dan zitten eigenlijk de volledige lactobacillen in een poeder dat onder het hand-op-fokvoer kan gemengd worden. Later kan die poeder zelfs in het drinkwater gegeven worden, of het kan natuurlijk ook over fruit en groente getopdrest worden. Zo lekker dat hij dat vindt. Lekker, hè? Genoeg. 1 gram is genoeg.